Yes, perfect. What's up, baby? Kijk niet zo. En doe alsjeblieft die grijns van je gezicht. Met uitzonderlijke talenten werden door de overheid geselecteerd en samengebracht in een ultrageheim team. Hun missie? Slagen waar iedereen faalt. Hun geheime wapen? Rocks. Laat de motor janken van die stoere klanken. Ga mijn hart weer sneller slaan. Laat zijn plan beginnen, dat is wat wij willen. Want we gaan er tegenaan. Als er niemand jou nog helpt. Is geen optie. Ook paprikasje? Nee, dank je. Ik ben op dieet. Jij? Op dieet? Genoeg veiligheid. Vanaf nu eet ik alleen nog maar gezond. Eeuw. Niets te eeuw. Dit is heerlijk. Opper van de kolonel. Kom maar, Olivia. Olivia. Nog aan het ontbijt, Olivia. Paprika. Heel gezond. Gegroet, team Rocks. Ik neem aan dat jullie de Mona Lisa kennen? Ja, ik heb daar nog mee in de klas gezeten. Maar nee, de Mona Lisa is een schilderij. Ja, en van onschatbare waarde. Het Stadsmuseum heeft het schilderij uitzonderlijk in bruikleen gekregen van het Louvre in Parijs. Wauw, super. Dan kan ik de Mona Lisa eindelijk eens in het echt zien. Helaas is dat niet meer mogelijk. Dit zijn de bewakingsbeelden van vannacht. Stoere moves. Een breakdancer. Een dief. De tentoonstelling gaat over exact 24 uur open. Ik wil dat het schilderij er tegen die tijd terughangt. Falen is geen optie. Werk aan de winkel, team Rocks. Volgens het politierapport waren er geen sporen van inbraak. Dus die dief zat nog binnen? Of? Iemand heeft hem na sluitingstijd binnengelaten.
Volgens de computer van het museum heeft de museumdirecteur gisteren als laatste het gebouw verlaten en alles afgesloten. Of niet afgesloten. Hij is in ieder geval geschorst. Ja, en zelfs als hij er niets mee te maken heeft, een van de beroemdste schilderijen ter wereld laat je niet zomaar uit je museum stelen. Wat een gedoe om een schilderij. Ik vind dat niet eens mooi. Alright, dat is al veel beter. Dit is Belle Bardot, de assistente van de directeur. Ze neemt zijn taak over tot de zaak helemaal is uitgeklaard. Laat dat dan nog maar even duren. Alex Xavier. Ik denk dat we op zoek moeten in het hip-hopmilieu. Die inbreken dan zo goed, ze zullen hem daar zeker kennen. Dus, ladies, have you Xavier's in the house? Wauw. Heb ik Xavi? Tweemaal breakdance kampioen. Er is zelfs een move naar mij genoemd. De ik val op mijn back move zeker. Nee, dat noemen we gewoon Rikske doen. Laat dat gaan! Gefeliciteerd met je promotie, juffrouw Belle. Zover zijn we nog niet. Ik ben nog geen directeur. We zijn wel goed bezig. Plaatsvervangend directeur. Wacht. Tot ik de Mona Lisa terugvind. Dan kan die oude directeur definitief inpakken. Smerig, maar goed gevonden. Maar dan moet ik natuurlijk wel de Mona Lisa eerst terug hebben. Dus hier is ze. €500, zoals afgesproken. En waar is het schilderij? Ik heb die Mona Lisa opgezocht op het internet. Dat is wel een speciale, hè? Dat is een van de belangrijkste schilderijen van onze westerse cultuur, ja. Ik lees dat ze 500 miljoen waard is. Dat zou kunnen, ja. Heb jij €500 dan voldoende? Dat was toch de afspraak? Ik verander de afspraak. €100.000. Ben jij gek? Niet gek, maar misschien even smerig als jij, juffrouw Belle. Zoveel heb ik niet. €100.000, 5 uur vanavond op het dak. Of je ziet de Mona Lisa nooit meer terug. What's going on, man? The freestyle official, dude. The drop of the beat. Drop of the hat, the drop of a rap, the drop of the beat. You might have listened to a thought was fat. The trainers over time, on top. Two bars, chop it up, make you feel the groove. That's the drop of a rap. Thought was fat. Ik denk niet dat we hier echt welkom zijn. We moeten hun vertrouwen winnen. Come on, heavy Xavi. Laat die gasten maar eens zien wat je kan. Jammer, maar ik heb geen muziek meegebracht. Oh, maar dat is geen enkel probleem, Xavier. Rox! Ik zal eens mijn moves laten zien. Hou je vast, homies. Rox is in the house. Come on! Jouw beurt, heb ik Xavi. Yo, feestje bouwen. Vette boomcar. Vette boomcar? Vet, wacht maar, ik zal hem... Nee, Rox, nee. Gewoon mollig. Wat dikker dan de gemiddelde auto. Dat is niet zo erg. Ja, je hebt gelijk. Niet zo erg. En ik ben een geweldige danser. Let's dance! Yeah! Come on! Yeah! Alright.
Hey lady, zullen we dansen? Graag. Oké, Rox. Zodra ze beginnen dansen, vergelijken wij hun moves met de beelden van het dief in het museum. Yo, brother. Is de eerste vis die bijt. Yes, beet. Rox, begin maar te scannen. En die noemt mij vet. En hij danst slechter. Rox, je moet hem niet met jou vergelijken, maar met de beelden van de dief. Zijn bewegingspatroon verschilt sterk van dat van de dief. Hij is het niet. Dat gaat hier nog een tijdje duren, vrees ik. Homies, als we zo verder doen, staan we hier morgen nog. Tijd om het tempo wat op te drijven. Ze dansen allemaal en scannen maar. Ik heb ze allemaal vergeleken, maar ze komen niet overeen met de dief. Hij zit er niet tussen. Kom. We zijn hier weg. Allemaal verloren tijd. Niet zo snel, bro. Er komt er nog een aangefietst. Laat hem dansen. Hey. Ik ben Shania. En jij bent? Vince. Zijn bewegingen komen voor 99,76% overeen met die van de dief. Hij is het. Sophie, zijn sporttas. Wat is dat? Dat, Rick, is een opgerold doek. Een doek? Of een schilderij? Wat staat erop? Dat is moeilijk detecteerbaar. Ik zie fragmenten van een vrouw. Oké, en glimlacht ze? Ja, een beetje. Super, de Mona Lisa zit in die sporttas. Je tas. Hey, hier blijven. Tot ziens, homies. Ja, Team Rox heeft het weer eens gedaan. We hebben de Mona Lisa. Ik verwittig de kolonel. Nee, wacht.
Er zit alleen maar wat kleren en een handdoek in. Misschien in die handdoek. Maar Rox, jij had toch gezegd dat... Volgens mij is dat een doek met een glimlachende vrouw, Rick. Ja, maar... Ik heb nooit gezegd dat het de Mona Lisa was. Dat heb jij ervan gemaakt, Rick. Dus die Vince is onschuldig. Het is niet omdat het schilderij niet in zijn zak zit dat hij het niet kan gestolen hebben. Volgens de bewegingsanalyse van Rox is de kans dat Vince de dader is 99,76%. Er is geen twijfel. Vince is de dansende dief. Waarom steelt zo'n kerel het beroemdste schilderij ter wereld? Ja, hij ligt niet om op zijn kamer te hangen, hè. Om het te verkopen? Ja, wie kan dat betalen? Iemand met dit telefoonnummer misschien? Een telefoonnummer? Laten we het proberen. Het nummer zit in zijn tas en hij is onze hoofdverdachte. Dus... Stadsmuseum Belle Bardot? Het spijt me, ik ben verkeerd verbonden. Belle Bardot, die knappe assistente van de directeur. Waarom heeft die haar nummer? Misschien omdat zij de opdrachtgever is? Maar nee, dat kan toch niet? Ze ziet er toch niet uit als een misdadiger? Waarom niet? Ze ziet er zo lief uit. Lief? Misschien onderhandelt ze wel met de dief om het kunstwerk terug te krijgen. Er waren geen sporen van inbraak. Zij heeft hem binnengelaten. En de directeur dan? Hij is in elk geval als laatste aanwezig in de computer geregistreerd. Zeker? 100% zeker, want alle ramen en deuren waren elektronisch beveiligd en verbonden met de bewakingscomputer. Die op het dak niet, Rick. Op het dak? Nee, inderdaad niet, maar dat is op het dak. Ik bedoel, dat is hoog, hè? Niet voor een acrobaat als Vince. Maar die deur kan enkel langs binnen opengemaakt worden. De onschuldige Belle heeft de deur laten openstaan voor Vince. Of de directeur. Jongens, kijk eens wie er op dit moment bij het museum is. Vince! Oké, waar is hij ergens? Rox, scan de omgeving af op mobiele telefoons. Oké. Heb eens. Hij zit op het dak. Hoe heet je dat? Hij zegt het zelf. Kijk, een sms. Ben op het dak, kom met het geld. V. Kom aan, Olivia, klimmen. Xavier. Normale mensen nemen de trap. Of de lift. Jij blijft hier in het geval hij kan ontsnappen. Oké. Rick, stel dat ik wil vermageren. Hoe moet ik dat doen? Vies groentesap drinken en heel veel sporten. Goed plan. Ik begin er meteen aan. 1, 2, wow. 3, 4. Vijf. Mevrouw Belle. Het schilderij? Niet te snel. Eerst zien wat jij mij te bieden hebt. Zie je wel, ze probeert het kunstwerk terug te kopen. Waarom heeft ze de politie daar niet verwittigd? Omdat ze net als wij wil dat niemand iets te weten komt over die diefstal. Allemaal van mij. Nog niet. De Mona Lisa. Ja. Binnenkort word ik definitief benoemd tot nieuwe directeur. Geen woord hierover. Tegen niemand. Als iemand ooit te weten komt dat ik achter deze diefstal zit, dan... Te lief om misdadig zo te zijn. Hey! Die zijn boos. Ik zorg voor haar. Jij pakt Vince. Jullie. Help!
door. Achterkant van het gebouw. Oké, Rox, rijden. Oké, Rick. Vermageren zal dan voor een andere keer zijn. Niet slecht voor een vette boomkar, hè? Ik heb er bijna! Ja, pas op, hè! Ah, ik raak er niet door. Het spijt me, Rick. Ik ben te dik. Wat? Binnen exact 3 uur opent de Mona Lisa tentoonstelling en jullie komen me vertellen dat de Mona Lisa nog steeds niet terecht is? Maar Bella is gevangen. En Vince hadden we ook bijna te pakken. Bijna? Oh, oké. Dan is alles in orde. Echt? Natuurlijk niet! Het spijt ons, kolonel. We hebben nog 3 uur de tijd, misschien... Vergeet het! Jullie weten niet eens waar de dief is. Toch wel. Ik heb zijn gsm teruggevonden. Klopt. Hij is op weg naar de loods. Kolonel, de Mona Lisa is onderweg. Ik reken erop. Rox. Nee, Xavier. Ik ben te vet. Ik zou jullie alleen maar vertragen. Te vet? Wie zegt dat? Een vette boomkar, zei die kerel. Weet je nog? Rox, bij hiphoppers betekent vet cool. Je bent cool. Ah, ja, natuurlijk. Ik ben vet cool. Over naar supermodus. Kom, Xavier, we brengen haar terug naar het museum. We zijn te laat. Over exact 1 minuut gaat de tentoonstelling open. Dat halen we. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat falen geen optie is. Dames en heren, wij zijn enorm verheugd dat het belangrijkste schilderij van de 16e eeuw in ons land is. Meneer de president, aan u de eer om het kunstwerk te onthullen. Wat is de situatie? Hangt het schilderij terug op zijn plaats? We denken van wel. Jullie denken van wel? Yes! Goed gedaan, Xavier. Niet zo cool, Xavier. Kan iemand mij eens uitleggen wat hier fout gelopen is?